bij iedereen kan haken. We gaan vandaag de corona flower maken. En de corona flower zijn allemaal blaadjes en je gaat ze straks allemaal aan elkaar haken. Tenminste, ik laat het even rustig zien. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Nou, iedereen kan haken, alle filmpjes, de duimpjes omhoog, abonneren, hier op mijn foto klikken. Ik vind het heel leuk dat jullie allemaal weer kijken. En dus echt leuk als er iets is en er zijn vragen of je wil iets weten. Zet het dan onder deze video. Je hebt nodig voor de corona flower. Hij is een beetje zo driedelig, hè? Daar heb je voor nodig een bolletje van 50 gram of restjeswol. Ik heb eigenlijk allemaal restjeswol gebruikt. Kijk, dit heb ik nog over van 50 gram. Dus restjes kun je hiermee opmaken. Je kunt alle kleurtjes kan je gebruiken wat je wil. Dus wat jij het mooist vindt. Ik vind het echt leuk om te doen en je hebt weer dit schaaltje. Dit is van Action en daar leg ik hem dus op. En mijn dochter komt binnen en die zegt, hey, dat is leuk. Dus ik ben hem al kwijt. Maar goed, hij is heel leuk om te maken, dus ik ga er gewoon nog eentje maken. Ja, je hebt nodig een stopnaaldje, een schaartje. Ik heb haaknaald 5,5 gebruikt. En twee bolletjes wol, licht en donker. Wat je wil eigenlijk. Ik ben eigenlijk ook erg benieuwd naar jullie resultaten. Dus stuur alsjeblieft een foto in. En dan gaan we gauw beginnen. Tot zo! Je hebt ook nog nodig alle slijm. Deze is van de Action. En je kan natuurlijk textiellijm kopen, maar de alleslijm, ja, dat gaat eigenlijk ook best goed. Want straks ga je al die blaadjes mooi over elkaar leggen. En dan, dan heb je dus lijm nodig. We beginnen de corona flower met een opzetlus. Even wegleggen en dan beginnen we met 10 lossen. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, 7, 8, 9, 10. En dan sluiten we de ring in de eerste losse met een halve vaste. Dus je haalt je draad op en je haalt door 2 lussen. Dan maak je 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we 9 stokjes in de opening zetten. 9 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9. 2 lossen en we gaan weer 9 stokjes zetten in de opening. 1 2 3 en als we er 9 hebben op het eind hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo.
Kijk, dan ziet het er zo uit. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stokjes gemaakt. En dan ga je in die opening en dan sluit je het blaadje, het bloemblaadje, met een halve vaste. Dan gaan we nu 10 lossen maken. Dus weer 10 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan sluit je het weer de ring, maar dan niet hierin, maar in die tweede. In die tweede lus, daar sluit je de opening. En je gaat weer precies hetzelfde doen. Kijk, met een halve vaste. Je gaat dus met 3 lossen omhoog. Dan begin je het bloemblaadje mee. En je zorgt dat dit je goede kant blijft. En dan draai je je werk. En dan ga je weer 9 bloemblaadjes maken. Of 9 stokjes. 9 stokjes. En bij 9, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Heb je 9 stokjes gehaakt, dan doe je weer 2 lossen. En dan ga je weer 9 stokjes haken. 1, 2, 3. En ik zie je bij 9 stokjes, zie ik je weer terug. Tot zo. Dan zijn we nu bij het 9e stokje. En we sluiten weer de toer met een halve vaste. En dan ga je weer 10 lossen maken en je herhaalt iedere keer die blaadjes. En je maakt dan 13 van deze blaadjes in totaal. Je maakt in totaal 13 van die bloemblaadjes, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En dan pak je je schaar, je knipt je draad af en je hecht je draad netjes af. En dan pak je een ander kleurtje. Het maakt niet uit welke kleur dat je pakt. Ik pak nu eventjes een flinke andere kleur. Dit is echt petrol, dus dat vind ik wel mooi bij je okergeel. En dan maak je weer een opzetlus. Je pakt je haaknaald, je steekt in. En nu gaan we een mooie randjes eraan maken. Nu beginnen we dus waar we afgehecht hebben, het laatste. Daar gaan we een ander kleurtje in zetten. Dus we hebben een opzetlus gedaan en we gaan insteken. En we halen de draad op en we maken een vaste. En dan doen we nog 1 losse. En dan gaan we op elk stokje gaan we een half stokje maken. Dus op ieder stokje een half stokje. Op ieder stokje een half stokje. Op ieder stokje een half stokje. En dan ziet het er zo uit. En dan zijn we hier bij de
deze opening en dan gaan we 5 halve stokjes in maken. Eén, twee, drie, vier, vijf. En dan gaan we in elke steek weer een half stokje maken. En dan zijn we bij het andere bloemblaadje aangekomen. En we gaan eerst deze mooi sluiten. Dus waar je bent begonnen, hier, daar sluit je de toer. Met een halve vaste. En dan gaan we bij dit blaadje, hier zetten we een vaste, dus we gaan onder die losse door, we halen de draad op en we maken een vaste. En dan gaan we weer op elke steek een half stokje maken. Dus op elke steek ga je een half stokje maken. En dan zie ik hierboven, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En hierboven gaan we weer 5 halve stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. En als we bij de opening zijn, kijk, ik heb er al 1 ingezet. Dan gaan we daar weer 5 halve stokjes maken. Dit is 1, 2, 3, 4, 5 en dan weer op elke steek een half stokje. Dus op elke steek een half stokje. En dan zie ik je op het eind, zie ik je weer terug. Tot zo. En nu zijn we op het einde en dan maken we de toer af met een halve vaste. En dan gaan we weer het steeltje zoeken eigenlijk van het volgende bloemblaadje. En dan maken we een vaste op. Dus we gaan met de haaknaald eronder. We halen de draad op en we maken een vaste. En dan gaan we weer halve stokjes maken op ieder stokje zoals ik het net heb uitgelegd. En dan ga je met alle 13 blaadjes ga je dat doen. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Kijk, en als je alle bloemblaadjes gedaan hebt, ik ben bijna op het laatst hier, zie je? Hoe leuk eigenlijk het effect heeft van ja, die rand eromheen met die halve vaste. Zo, en dan sluit ik nu met een halve vaste. Het blaadje.
Zie je dat je allemaal leuke blaadjes krijgt? En nu gaan we dus er een bloem van maken. Dus van al die 13 blaadjes die we gemaakt hebben, hebben we goed afgehecht. Kijk, en nu gaan we ze mooi neerleggen. Dus we gaan ze van begin af aan gaan we ze mooi neerleggen. Leg je ze eigenlijk met de goede kanten, ga je ze naar boven leggen. En zorgen dat het ook een bloem wordt, zo. Een beetje goed de blaadjes verdelen. En we maken even een grotere ronde, dus elke keer leg je zo die blaadjes de goede kant leg je neer. Zie je? Je legt ze allemaal even netjes neer in een mooie ronde. En om de blaadjes even goed, eigenlijk dat je de goede kant krijgt, heb ik toch een beetje alleslijm. En dan beginnen we toch van begin af aan. En dan ga ik een beetje lijm gebruiken. En dan ga ik een beetje lijm op de blaadjes. En ik gebruik gewoon de alleslijm van de Action, dus dat het ook goed blijft zitten. Echt een druppeltje en dan het andere blaadje erop leggen. En dan het volgende. Eventjes vasthouden en weer de volgende. En die leg je er weer netjes op. Je houdt eigenlijk dit randje zo mooi aan, dus even goed aanduwen. En je kan het dadelijk ook nog met je naald vastzetten, maar nu eventjes zo. Het is ook heel leuk om je restjes wol mee op te maken. Je kan natuurlijk alle kleurtjes gebruiken. En nu, kijk, heb je dus de eerste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vastgelijmd. En nu gaan we de binnenkant lijmen.
is ook heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Het is echt, je krijgt echt een heel mooi werkje. Je moet wel goed zorgen dat de bloemstructuur, zeg maar, dat je die houdt. Oh, kijk, die zetten we daar ook mooi vast. En dit is de laatste. Die zetten we hier weer overheen. Dan ga je je draadjes afwerken. Het is net een waterlelie, maar ik noem hem de coronabloem, omdat we nu in de coronatijd dus eigenlijk ja, lekker thuis kunnen mooie dingen kunnen maken, zie je? Dus ik ga nu, als hij niet goed vast zit, nu ga ik met de stopnaald een paar keer er doorheen, zodat hij goed blijft zitten. En dan pak ik ook de achterkant mee. Dus zoals hij zit, kan je weer van achter naar voor. Je blijft wel met je donkergaren in het donkergaren steken en weer naar achter. Oh, het is echt heel leuk. Heel leuk om op een schaal te leggen of op een kleed te naaien. Echt een hele leuke bloem. Dus de draadjes afwerken. Oh, ik heb een schuim. Ik zie het. Ik zou zeggen, heel veel plezier met de coronabloem. En ja, hier onder mijn foto klikken. Daar kan je eigenlijk abonneren. En ik zou zeggen, veel haakplezier. Heb je vragen, zet die onder de video. En tot de volgende video. Tot ziens!